Hallo, vandaag is het gedichtendag en dan lees ik als minister van Cultuur graag een gedicht voor. Het is een bijzonder gedicht. Het gaat over de rafelige kant van de stad. Het is van Fikri El Azouzi en het heet De Deugdzame Stad. Om de stad en zijn inwoners te veroveren, moet je klein beginnen. Begin met plat op de buik te liggen en maak je vuil voor de stad. Denk eens buiten de zinnen. Want om de stad te beminnen, moet je beginnen met de ouderen, de patser, de zwerver, de hoer, de hoerenloper, de dronkaard, de eenzaad en de verschoppeling. Zij wachten op het bezoek van de imam, de minister en de pastoor. Dus stop met preken voor eigen garage, kerk en kantoor. Bezie het vuil van de stad zoals het hoort. Vecht tegen de leegstand van het hoofd. Wordt het niet normaal om elke vrijdag het gebed van de moslim te doen in de kathedraal? Wat je kunt doen is opgaan in de stad, opgaan met het volk. Wat niet wil zeggen dat je samen dronken hoeft te worden. Wat niet wil zeggen dat een bezoek aan een prostituee gelijk staat met een vleeselijke handeling. Maar sta toch open voor een lange wandeling. De stad heeft kritische denkers nodig die in de straten blijven hangen. Of denk je dat we leven in andere tijden en wil je het vuil van de straat liever ontwijken? Vermijd je angsten en eigen verlangens. De stad heeft intellectuele hangers nodig die zich insmeren met het vuil van de straatsteen. En wil je het vuil van de straat liever negeren? Geef gehoor aan de stad en vermijd het opbod van wie de grootste heeft. Ga undercover. Wees een slapende cel en toon beleefd dat je ook over pinten en pitas kunt praten. Wees geen domoor en besef dat het niet om jou gaat. Het is de stad in al zijn vuiligheid en die je kunt liefhebben of haten. Onthoud vooral dat het niet om jezelf, maar om de stad moet draaien.